Ja, Joël Veldman, dit was niet bepaald een visitekaartje vandaag. Ben je dat met me eens? Druk dat nog zacht uit? Ja, visitekaartje, daar gaat maar ik gereed om. Joh, winnen en dat hebben we niet gedaan. Hoe komt dat? Dat we niet goed speelden. Ze hebben één kans denk ik in de eerste helft en die maken zij. En daarna heb je wel het beter van het spel. Maak je ook die 1-1, wil je ook doordrukken de tweede helft. En ja, je had veel de bal en een beetje hetzelfde als de eerste helft. Daar creëerde niet veel, maar één kans en die ging erin bij ons. Ja, zeker inderdaad wat je zegt, tweede helft, dan zou je zeggen van je staat gelijk. Dan heb je nog een hele helft om om te gooien. Maar dat lukt niet. Waarom lukt dat niet? Ja, nogmaals, zij gingen misschien wel nog meer iets op de counter spelen. Nog meer die ruimtes dicht maken. En dat was lastig, dan kwam je moeilijk doorheen. Weliswaar hadden we natuurlijk een goede kans op de 2-1 en die maken we niet. En des te zuurder ligt die in ons mandje. Ja. Vorige week Willem II, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje. Je komt eerst achter. Dan lijkt er moet eerst iets gebeuren voordat er bij jullie iets loskomt, lijkt wel. Ja, nee, ja, dat is niet. Ik heb het in het verleden wel vaker meegemaakt natuurlijk. En ja, waar het aan ligt, ik weet het niet. Dan word je misschien wakker geschud of dan denk je van hé, we moeten toch even een tandje harder. En dat keur ik zeker niet goed, nee. Maar je zag dit misschien bijna wel aankomen als het spel zeg maar iedere week zo door zou gaan, dat je een keer een misstap maakt. Of ben je dat... Als jij steeds zo speelde en we wonnen alles, dan hoor je van ja, Ajax is de beste en nu verlies je natuurlijk. En nogmaals, jij speelt bij Ajax, je wilt het spel goed hebben, je wilt ook resultaten hebben en dat was dan twee keer niks vandaag. Het is toch eigenlijk zuur dat Utrecht als zwalkende ploeg juist tegen Ajax weer een resultaat haalt? Ja, nee, klopt, maar Utrecht is altijd anders en desnoods staan wij laatst en zij eerst of andersom, ja, dat maakt niet zoveel uit. Een beetje tegen Feyenoord, die wedstrijd staat op zich natuurlijk. Ja, maar dat weet je dan toch van tevoren, dus dan moet je toch met het mes tussen je tanden aan die wedstrijd verschijnen? Dat geldt hetzelfde voor ons natuurlijk, niet alleen voor hun, dat geldt hetzelfde voor ons. En zij begonnen fel, zij hadden ook al wat gele kaartjes nodig natuurlijk, wij dan niet. Maar ja, het was moeilijk doorheen te komen en zij deden dat goed. Ja. Het is misschien nogal vroeg om over de titelstrijd te spreken, maar op deze manier kan PSV rustig toekijken. Ja, die moeten zelf nog spelen, maar die kunnen zeker op 8 punten komen natuurlijk. En laten we zeggen dat het zeg maar, voor de winter zo blijft. Dan blijf je op 8 staan natuurlijk. Er zijn nog altijd wedstrijden te spelen. Wij spelen nog tegen ze thuis natuurlijk. Maar goed, 8 is veel. Tot slot, wat moet er nu gebeuren? Ja, nu gaat iedereen zijn eigen weg natuurlijk. En vanaf volgende week, als iedereen weer bij elkaar is, moeten we dit analyseren. En ja, dan hebben we weer voor mij 4-5 wedstrijden dat we dat weer een goed resultaat kunnen zetten en beter van het spel weer kunnen krijgen. Ja.